Ja, de bronzen medaille van Margot Boer op de 500 meter was er een met een gouden randje. Want nog nooit eerder kwam een Nederlandse schaatser op de 500 meter bij de dames op het podium. Boer werd gehuldigd en kreeg heel wat felicitaties vanuit Wou Brugge. Ik heb al wel heel veel berichtjes inderdaad gekregen. En ja, ik heb nog niet alles gelezen, maar er zijn wel veel van tevoren sowieso al veel steun gehad uit het dorp. En het is wel bijzonder dan. Ja, ik woon er al een tijdje niet meer, maar het blijft toch je thuis. En het is echt super gaaf om dan zoveel van iedereen te horen en succeswensen te krijgen. En dan daarna ook de felicitaties en ja, de support is echt geweldig. Grappig hè, dat je daar al een tijdje niet meer woont, dat het toch nog steeds thuis is dan? Ja, ja, je bent er opgegroeid hè. En dan, ja, het voelt gewoon, als ik daar weer door binnen rijd, dat voelt gewoon als thuis. En dat is gewoon geweldig. De ouders van Margot Boer wonen nog wel in Wou Brugge en konden gisteren in de Adler Arena van Sochi hun geluk niet op. Het was helemaal super. Ik dacht dat ik gek werd. Het was zo spannend. Kijk, het is geweldig. We gaan er wel doorheen. Kijk, ze hebben toch bereikt wat ze bereiken wil. Vrij succes voor Margot Boer. De Haagse snowboarder Dimi de Jong viel ver buiten de prijzen. En na zijn uitschakeling op de halfpipe waren wij aanwezig bij de hereniging van Dimi en zijn familie, die ondanks alles een hele mooie dag hadden meegemaakt. Dimi de Jong zelf vertelt eerst wat er allemaal misging. Ja, de eerste run viel ik en de tweede run viel ik bijna. Ik kan me zo voorstellen als je moeder bent en je ziet je zoon zo hard vallen, want ze vallen hard, dat dat ook bij je moeder pijn doet. Ja, dat doet zeker pijn en vooral toen ik kleiner was. Maar ik heb ook niet gekeken, ik heb me omgedraaid, ben weggelopen. Dus zo ervaar ik het dan weer. Moeder de Jong durft niet te kijken, de rest van de familie van Dimi wel, maar verstand van snowboarden hebben ze niet. Welke trick kan je echt aan Dimi overlaten en dan komt het wel goed, weet je dat? Ik weet echt niet hoe dat heet. Wie weet het wel? Wie is hier de snowboard specialist, vader? Nee, wij zijn allemaal niet specialisten erin. We weten niet of die backside of frontside draait, maar... Zoveel tricks om te onthouden en er komen zoveel nieuwe dingen ook bij, dus dat is... Ja, bijna moeilijk om te onthouden. Geen succes voor de nog jonge Haagse snowboarder, maar deze Olympische ervaring pikt niemand hem meer af. Nou ja, ik vind het in ieder geval super dat ik hier heb kunnen zijn om het mee te kunnen maken. En ja, ik ben 19, dus ik heb sowieso nog 1 of 2 Olympische Spelen hierna wel. Maar ja, het was wel een hele leuke ervaring om hier te zijn. Vandaag gaat Dimi de Jong terug naar Den Haag en daar zal hij binnenkort worden geopereerd aan zijn schouder en er dan een paar maanden uit liggen. Vanuit zonnig Sochi, tot morgen.